het is kersenmis, het is weer lief zijn voor mekaar. Wat je na de kerst doet, interesseer is geen kwaad. Maar weg voor mekaar, dan komt het weer uit. Als je met de kerst maar de vrede bewaart, is iedereen weer tevreden op deze aard. Een vrouw, oh, het kersenmis, een gelukkig nieuwjaar. Ook in 2020 toch maar lief zijn voor mekaar. Oh.